In deze podcast gaan we het hebben over meningen. Meningen geven, meningen ontvangen. Wat je doet met deze meningen, wie deze meningen geven en waarom ze die geven. En of meningen tegenwoordig ook steeds meer zijn. Of dat het hetzelfde is gebleven als vroeger, alleen dat we het meer zien. En we gaan op onze eigen wijze in op een paar meningen die over ons gegeven zijn. Dus vind je dat interessant? Blijf zeker kijken. Ik vind het fijn om wel soms kritiek te krijgen. Ja? Ja, want dat houdt jezelf ook wel weer in balans, vind ik. Anders groeit als iedereen alleen maar grootheidswaanzin. Als iedereen alleen maar altijd goed applaudisseert voor je, dan... Ja, dan ga je ook al... Dan ga je naar je schoenen lopen. Hallo mensen, welkom bij een nieuwe Gek van Mezelf, de podcast. We zitten weer eens een keertje met z'n tweetjes. Een tijdje geleden dat we dat gedaan hebben. En we hebben vandaag over een onderwerp waar we allebei denk ik wel... waar denk ik bijna iedereen wel mee te maken heeft. Mm-hmm. Het onderwerp is? Meningen. Ja, meningen. Daar heb ik een mening over. Dus daar ben ik benieuwd naar, ook naar jouw mening. Ja. Voordat we deze podcast beginnen, wil ik even weten van jullie. Voor de mensen die op YouTube kijken. Want we hebben dus ook een YouTube kanaal. Daar zie je de video waarin we deze podcast opnemen. En aan die kijkers die kunnen reageren, wil ik vragen. Ik ben van plan om in het nieuwe jaar tipvideo's te gaan maken, ook over angsten en zo. Mijn vraag is eigenlijk, wat zou je daarin willen zien? Mensen die dit op Spotify of zo beluisteren, mogen ook op Instagram @vetgezellig het naar me sturen. Wat wil je daar graag in zien? Jij wilde ook misschien nog video's maken over autisme? Ja. Dus daar een beetje in. En misschien dat we in de toekomst ook nog kijken of we andere mensen kunnen vragen om ook tipvideo's over bepaalde mentale gezondheidskwesties te geven. Angst is natuurlijk best wel een belangrijk thema bij ons allebei. En ik denk dat ik mijn boek ook als leidraad ga nemen om die tips te geven. Dus daar komen echt een soort van video's online die apart zijn van de podcast. Dus dat komt in 2023. Daarbij hoop ik ook in 2023 eindelijk een documentaire af te hebben, ook voor dit kanaal. Dus er komen allemaal mentale dingen aan het komende jaar. En mocht je ons willen supporten, het mentale gezondheidsspel kan je kopen via onze webshop. En dan support je deze podcast. Gaan we beginnen met het onderwerp? Ja. Ik zou graag beginnen met dat we... De bedoeling is dat we niemand gaan beledigen met deze podcast. Oh. Maar ik denk dat dat best wel een soort beperkende manier van praten is. Ja, ik denk ook dat heel veel mensen zich ook tegenwoordig heel veel beledigd voelen. Dus mm-hmm. de kans dat er iemand zich beledigd gaat voelen is zeer aanwezig. Ja, je kunt niet met iedereen waarmee je praat gewoon op één lijn zitten. Nee. Dus je zal altijd wel iemand beledigen. Naarmate, ja, je gebruikt natuurlijk altijd de mate van respect. Nou ja, dat is het ook altijd. Ik heb ook altijd het idee, je praat uit een bepaald soort respect. Ik heb nooit het idee dat ik doelbewust inderdaad iemand wil... Nee, dat is toch nooit de bedoeling uiteindelijk, tenzij je echt zo in elkaar zit. Ja, dus dat is alweer lastig. Maar goed, tegenwoordig is het wel zo dat steeds meer mensen aanstoot nemen aan alle dingen dat ik dacht vroeger van, kan je daar ook nog aanstoot aan nemen? Dat vind ik wel echt bizar. Natuurlijk zijn er altijd dingen waar je aanstoot aan kan nemen. Ik heb ook genoeg dingen in mijn leven waar ik aanstoot aan zou kunnen hebben genomen. Heb ik alleen nooit gedaan, maar is misschien ook een persoonlijkheidstrek. Gaan we dadelijk waarschijnlijk over hebben. Ja. Maar zo gaat het. Nou ja, ik ook steeds bewuster word ik dan van de woorden die ik gebruik. Ja. Sinds ik me een beetje begeef in het online wereldje. Ja. Dan geef ik me en bedenk mezelf. Ja, ik ga extra opletten dat ik niemand beledig. Maar dat is gewoon echt daadwerkelijk onmogelijk. Nee. Ja, je zegt altijd wel iets wat tegen het zere been is bij iemand anders. Ja, soms ook dingen dat ik denk, hè? Ja. Hoe kan je dit nou als beledigend zien? Maar goed, daar hebben we het dadelijk denk ik wel echt over. Mm-hmm. Ik heb ook iets wat in mijn gedachten komt. Iets tijdens de budget challenge wat we kregen. Oh ja, maar daar hebben we al eens een keer over gehad. Hebben we het al een keer hierover gehad? Ja. Oké, dat vond ik ook wel echt... Dat was tijdens je gelukkig kopen of zo ging het over, toch? Ja, ik weet nog zelfs precies waar we liepen ook. We liepen op een centraal station toen ik het las. En toen ben je een hele reactie ook gaan schrijven naar diegene toe. Oh. Die was toch beledigd? Volgens mij heb ik op een gegeven moment niks meer... onder jouw naam had ik wat geschreven. Ja, klopt. Het was niet onder jouw naam. Nee, nou ja, goed, oké. Ja, het is een onderwerp wat in ieder geval veel... Wat wij ook veel bespreken onderling, denk ik. Waar we het eigenlijk zonder podcast ook heel vaak over hebben. Iedereen heeft in principe recht op zijn eigen mening, vind ik. Ik heb recht op mijn mening, iemand anders ook. Het is vaak wel aan de ander hoe die daarmee omgaat om daar aanstoot aan te nemen of niet. Wat ik normaal vind, vindt een ander niet normaal. En wat een ander normaal vindt, vind ik misschien niet normaal. Ik probeer altijd alles wel vanaf het midden te bekijken. Mm-hmm. Tot op het ergste toe dat soms mijn vader en mijn zus me altijd heel irritant vonden. Dat ik altijd alles uit andere
point of views probeert te bekijken. Ik voel me altijd heel erg midden daarin. Maar zeggen ze dan dat je dan juist geen meningen hebt? Ja. Of geen duidelijke eigen mening? Ja, klopt. Maar er was een stukje, was een interview met Patrick Laurij, die comedian. En die zei ook van, ja, ik heb eigenlijk altijd middenmening. Ik vind het heerlijk om erin te zitten. Want het is ook heel prettig, van, ja. Ja, ik snap van allebei de kanten wel. Maar ja, ik gevaar op zich soms de ene keer met deze wat meer mee en de andere keer met deze keer. Je voelt toch echt wel veel heftige emoties als je echt een sterke eigen mening hebt. Ja, en ik voel die emoties nooit zo heel sterk. Nee. Soms, heb jij dat wel eens het idee trouwens bij mij? Kijk, bij jou weet ik het. Jij hebt echt heel erg je eigen mening. Nou, jij neemt wel aanstoot soms aan mening van een ander. Maar je bent ook redelijk snel dat je er zegt van ja, eigenlijk is ook wel, snap ik het ook wel weer. Dus ja. Het gaat heel snel dat je het alweer. Ik probeer het te relativeren vrij snel. Ja, klopt. Ja. Dus ja. Dat doe je wel goed. Dus daar heb ik wel een hoop van geleerd dat ik dat nu ook wat beter kan. Ja? Ja, want ik weet toen ik jou leerde kennen, was jij echt heel duidelijk en heel rechtlijnig in jouw mening. Ja, maar ik ben sowieso, dat ben ik van persoonlijkheid. Ja. Ik ben gewoon heel zwart-wit denkend. Ja. Maar dat is wel iets waar ik mezelf ook echt aan irriteer. Dat maar, ik daarop terugkijk en denk van, ik had toch echt wel wat gezelliger kunnen maken voor mezelf. Het leven aan zich bedoel je? Nou ja, dat je altijd zo sterk ergens over moet, een mening over moet hebben. En er vervolgens een jaar later weer heel anders over denkt. Ja, dan moet je bij jezelf van nagaan van, oh, er is wel iets aparts gaande, ja. Toch? Ja, klopt, ja. Ja, dat hoor je ook wel vaker bij autisme, echt zwart-wit denken. Ja, is dat zo, ja? Ja, dat toch niet echt een middenweg van het is zo of zo. En er zit niks tussenin. Ik kijk altijd alles van, oké, er is dit wordt gezegd, dit wordt gezegd. En tegenwoordig lijkt het zo alsof alles echt rechtlijnig tegenover elkaar. Nee, hoe noem je dat? Ja, dat ze recht tegenover elkaar staan eigenlijk. Dus die meningen, er is geen middenweg meer. Mm. Maar ik denk dat mensen, hoe ik vaak denk, best wel midden eigenlijk. Dat ik denk, nou, ik snap dit wel. En ik vind ongeveer een beetje hetzelfde. Ik vind een beetje in het midden daarvan. Die mensen, die spreken zich niet zo snel uit. Want die zijn vaak, ja, die begrijpen alles wel. En misschien, ik merk ook dat ik het niet durf. Ik durf ook vaak niet dingen uit te spreken. Nee? Nee, omdat ik altijd denk van, ja, maar ja, ik bedoel eigenlijk. Ja, omdat de intentie nooit slecht is, wat ik bedoel. Ja. Maar ik, omdat mijn vocabulaire misschien niet heel erg toereikend is, zeker niet een type. Ja. Dan vind ik het lastig, want dan kunnen mensen het ook verkeerd opvatten. En dat merk ik ook wel. Mensen vatten dingen ook wel moeilijk en verkeerd op. Ja, waardoor dingen ook wel uit verband soms getrokken worden. Dat is lastig met internet ook, hè? Ja. Je hoort de intonatie niet, je ziet iemands gelaatsuitdrukkingen niet erbij. Nee. Dus kun je al heel snel iets negatief opnemen wat eigenlijk gewoon positief bedoeld was. Ja, precies. En daarom, ik merk aan mezelf dat ik heel veel met emoties altijd praat, omdat ik denk van, ik wil het zo vriendelijk mogelijk over laten komen en dat ik dan maar emoties gebruik. Want anders, want soms kan een platte tekst heel erg hard zijn. Terwijl als je een emoji met zo'n smiley plaatst, dan denk je, ah, oké, om met een hartje erbij, het is vriendelijk bedoeld. Dus, ja. Hey, maar vind jij dat nou niet? Dat bedoel ik nou eigenlijk met een beperkende manier van communiceren. Dat je constant moet nadenken van, oh, ik wil niemand ermee beledigen. Ja, zeker. Dat is, maar ja, naarmate de tijd verstrijkt, krijg ik er steeds meer een afkeer tegen. Ik denk, ik wil ook gewoon kunnen praten en kunnen schrijven. Ja, maar als iedereen dat heeft, dan ga je helemaal een grote klef krijgen. Nee, dat snap ik hoor. Ik snap ook wel dat er een bepaalde manier is. Maar als je het altijd respectvol bedoelt, denk ik dat je dat je wel je mening mag geven. En dat je als iemand daar aanzet aan neemt, dat dan toch bij jezelf moet gaan kijken. Ja, maar ik kies er wel heel vaak voor om mijn mening niet te geven of voor me te houden. Ja, is toch jammer, vind ik dat. Ik heb bijvoorbeeld een podcast met Antonie en soms zit ik echt rechtlijnig tegenover. Omdat ik denk, dit vind ik echt totaal niet. Maar dan denk ik, ik heb niet zo zin om een discussie aan te gaan. En hij is wel wat meer van het discussiëren. Soms. Dus, en dan denk ik, hij kan zich soms beter verwoorden, waardoor ik ook wat geïntimideerd word. Dat is trouwens niet dat is echt mijn eigen probleem hoor. Want hij is gewoon daar iets sterker in. En hij leest ook heel veel, dus hij weet ook heel veel van heel veel dingen af. Mm-hmm. En dan voel ik me altijd een beetje, ik ben het hier niet mee eens, maar ik heb ook geen zin om er tegen in te gaan. Want ik denk van moet ik het wel goed kunnen verwoorden. Dan moet ik het wel goed voor kunnen verwoorden. Zeker omdat hij het heel goed kan. Ja. Maar ik weet dat het bij hem altijd enthousiasme is. En hij probeert ook echt te begrijpen als ik iets anders vind dan hij en zo. Ja. Dus ik ben daar wel terughoudend in om mijn mening te delen. En maar zeker online. Het is ook wel lekker om dat niet te doen. Ja, want het is het. Je haalt je uit een hoop. Een hoop geïrriteerde discussies. Wij doen het heel veel naar elkaar toe. Hè? Heel veel dingen bespreken zonder dat ik het ergens hoef te typen of zo. Want ik zou wel vaker mijn mening over dingen willen geven. Maar dan heb ik het met jou erover en denk ik, nou goed, nu heb ik mijn mening. Jij zit soms zelfs klaar en zeg je van, ik wil dit terugsturen. Ja. En dan zeg ik van, laat maar even. Denk er maar even over na en dan hebben we het er nog over. En dan is het alweer zo rustig geworden dat je denkt van, eigenlijk hoef ik ook niet te reageren erop. Nee, klopt. En ik probeer altijd wel passief-agressief soms te reageren. Dat is toch met een hartje. Nou, sommige dingen zijn wel echt, als je dat, sommige meningen die je dan krijgt of comments die je krijgt, die kan je ook gelijk eigenlijk
met de grond gelijk maken. Mij met de grond gelijk maken? Nee, of dat jij gelijk... dan iets terugstuurt. Ja, kan en dan wel, moet ja. ik er altijd wel om lachen. Maar ik moet wel zeggen, over het algemeen heb ik wel echt hele lieve kijkers. En ja. het is eigenlijk over het algemeen heel vriendelijk onder mijn posts. Eigenlijk bijna altijd. En soms is er wel iets waar ik dan zelf onzeker ben, over ben, dat ik dan denk van... Mm-hmm. Weet je wel, dat ik dat dan hoor en dat ik dat dan wel vervelend vind om te lezen. Maar ja, dan denk ik wel bij mezelf. Ik probeer wel zo eerlijk bij mezelf te kijken. Oké, okay, het irriteert je, maar waarom irriteert het me dan? En waarom? Mm-hmm. Ik probeer het nooit bij iemand anders neer te leggen. Ja, soms zijn ook gewoon mensen echt onaardig. Ja, klopt. Maar ik probeer het nooit bij anderen neer te leggen. Want het is altijd een. Hoe ik er aanstoot aan neem, is mijn ding, weet je wel. Ja, iemand dat is mij, ook zo. Iemand, ja. Dat vind ik altijd zo grappig. Mijn vader heeft ooit een boek gelezen, De Vijf Inzichten. En daar refereerde hij er altijd naar als iemand een mening dus inderdaad over je gaf of zo, dan zegt hij, ja, maar wat diegene over jou zegt, zegt niet iets dat jij diegene, dat jij dat bent. Jij bent niet dat wat diegene vindt, dat wat diegene vindt van jou. Yeah. Daar hoef jij geen aanstoot in principe aan te nemen. Als iemand iets tegen je zegt, is dat echt zijn of haar mening, hoef jij geen aanstoot aan te nemen. Want je neemt er pas aanstoot aan als je er zelf onzeker over bent. Of je neemt er aanstoot aan of als je diegene... waardeert om wie diegene is en dat heeft gezegd. Maar als het een random iemand is, eigenlijk, als je er heel sec naar kijkt, moet je daar of kan je daar beter geen aanstoot aan nemen? Want wie is diegene nou uiteindelijk voor je? Toch uiteindelijk niemand. Het is diegene's mening. Mag, maar dat betekent niet dat jij dat jij dat bent wat diegene zegt dat je bent. Nee, en ik denk dat dat altijd wel even lastig is om duidelijk te krijgen dat wanneer het niet iemand is in je directe omgeving, dat je eigenlijk dat makkelijker naast je moet kunnen leggen. Maar soms doet dat nog wel meer zeer dan dat het iemand in een directe omgeving zou zijn. Ja, omdat je ook niet weet hoe de intentie is of zo. En hoe nou, dat want je dan gezegd. Denkt van het komt ook nog eens helemaal uit het niks van iemand die me eigenlijk helemaal niet kent. Ja. Dan doet het soms nog wel meer pijn dan dat het iemand in mijn omgeving iets tegen me zegt. Ja, maar ik heb met zoveel meningen te maken dat het wel anders denk ik ligt. Ja? Ja, want je kan echt van alles uit de onverwachte hoeken. Ik heb toch wel eens, ik moet zeggen dat ik heel veel dingen naast me neerleg. Dus dat ik het niet weet. Wij hebben een paar referenties die ik dan nog wel eens weet dat iemand tegen me gezegd heeft. Maar soms komen er toch opmerkingen dat ik denk, hoe op deze video, waarom dit? Ja. Dat ik het totaal niet ook zie aankomen. Mm-hmm. Probeer het altijd nog wel een beetje in te schatten. Oké, wat zou er kunnen komen qua reacties? Soms heb ik echt het idee van, hoezo dat dan? Ja, dat toch dan weer iets gevonden is. Nou ja, toch. Nou, bijvoorbeeld, het is ook een soort van sport, toch? Ik weet wel iets. Ik kreeg een reactie over budget. Dat was op Instagram, denk ik, of zo, op DM of iets. Ja. Dat ik het misbruikte of zoiets. Dat het budget... Porn. Nou ja, nee, dat zei diegene niet, maar wel dat ik het misbruikte. Terwijl ik denk van, ja, maar dat is niet de intentie waar ik het mee doe. Tuurlijk, ik haal er views mee. En tuurlijk, mijn kanaal groeit door. Als ik dat wil doen, alleen maar om voor groei en alleen maar voor geld, dan zou ik wel andere dingen doen. Want zo'n budget challenge kost me hartstikke veel tijd. Kost me veel energie ook, zo'n hele maand ermee bezig zijn. Want mensen denken altijd van, je leeft op een budget. Maar je moet ook filmen, je moet het in elkaar zetten, je moet het online delen. Je moet al die mensen, reacties, allemaal over je heen laten komen. Want altijd doe je weer iets verkeerd of zo. Dan, je had beter dit kunnen doen. Wat supergoed is, hè, dat mensen dat gewoon zeggen, want het is vaak alleen maar opbouwende kritiek. Of zeggen van, je kan beter volgende keer, kan je dit en dit doen. Maar daar moet je ook mee dealen. Je moet ook heel de tijd mee bezig zijn. Dus zo'n maand of een paar weken waar ik mee bezig ben je er gewoon continu mee bezig. En wat het oplevert, het levert wel wat op. Maar staat niet in verhouding met als ik gewoon normale, makkelijkere video's zouden maken. Want dat vind ik echt een simpel bericht om te sturen. Dat je iets misbruikt. Ja. Want heb je dan wel echt naar de video's gekeken, denk ik dan? Want je doet het juist met respect. Ik hoop het wel. Je probeert kanten te belichten waar andere mensen mee strukkelen en daar een beetje aandacht voor te vragen. Ja ik denk, ik vind het alleen maar mooi dat je het doet. Er zal altijd wel iemand, een groep mensen zijn die denkt van, maar je zit er niet in, dus doe niet zielig of zo. Nee. Misschien op die manier. Ja. Maar ik denk, je kan wel aandacht op een onderwerp vestigen. Ja, ik denk dat ik heb die challenge nu al zo vaak gedaan. En ik denk dat er ook heel veel mensen best wel bewust, zelf word ik er ook altijd wel weer even bewust van. Ja. Ik denk, het is eigenlijk niet normaal en misschien moet ik inderdaad wel wat meer erop letten. Ja, maar ik vind dat soort dingen vind ik echt lastig. Dingen waar ik zelf dan denk van, maar ik wil niet dat mensen het zo zien als je dan zo'n soort reactie krijgt. Maar dat het is zo'n groep mensen zul je altijd wel hebben die er dan zo naar kijken. Ja. Of altijd als het over maatschappelijke thema's gaat, dan zijn er altijd zo'n miljoenen meningen. Ja, zo, ja. Als je denkt van, liever snij ik het niet eens meer aan, maar goed. Nou ja, we hebben de afgelopen 2,5 jaar natuurlijk in heel veel meningen gezeten, continu. Ja, hoezo dan? Met COVID. Oh, tuurlijk was ik alweer even vergeten.
Oh, ja, dat is nu ook wel... Maar de meningen worden steeds erger. Zo, dat was wel echt intens. Dus daarom wil ik ook gaan duiken in de stellingen. Want ik denk dat die best wel een goede leidraad kunnen zijn voor dit hele gesprek. Ja, dus we beginnen met een aantal stellingen. Die stellingen stellen we op @vetgezellig. Binnenkort komt er trouwens een ander account bij. Een @gekvanmezelf account waar we hele leuke dingen voor aan het maken zijn. Ik denk wel dat ik op vetgezellig die stellingen blijf doen. Ja, maar misschien dat het uiteindelijk overgaat. Ik weet niet. Het ligt er een beetje aan hoe dat groeit en zo. We willen nu nog even genoeg meningen krijgen. Ja, precies. We willen genoeg meningen hebben, inderdaad. Dus mocht je mee willen stemmen, @vetgezellig. Ga daarheen op Instagram. En dan eens in de zoveel tijd posten we een paar van die tegels en op de story. En dan kan je mee beslissen of mee stemmen op het, of je het eens of oneens bent met de stellingen. En ik denk dat we de stellingen wel al beter zijn gaan doen. Ja, ik ben echt een leerproces voor mij geweest. Ik ben afgemaakt op de grond. Ja, vind je? Nee hoor. Nee, ik kan daar wel mee omgaan. En aan het einde van deze podcast gaan we kijken naar de stellingen en wat jullie daar dus van vinden. En dan weten we ook wel hoeveel procent... Maar eerst gaan we onze grote mening even geven over alles. Onze eigen mening over dit. Ja, nou, ik ben benieuwd. Ja. Zal ik beginnen met de eerste? Stelling nummer 1. Jezelf grotendeels omringen met mensen waarmee je dezelfde mening deelt, is goed voor je mentale gezondheid. Het is goed voor je mentale gezondheid, maar het is niet goed voor jezelf. Ik vind het ook niet goed voor je mentale gezondheid. Ik denk dat je er wel rust door ervaart, want je zit de hele tijd in je eigen... Ja, vind ik niet. Hoezo niet? Nou, als jij een hele sterke eigen mening hebt, zoals ik wel eens heb, en je omringt jezelf dan met alleen maar diezelfde soort mensen. Dat is toch heerlijk? Want dan ga je verder en verder en verder. Ja, maar dan ben je wel altijd eens met elkaar. Nee, maar je gaat verder en verder de ellende in. Nee, dat begrijp ik. Maar voor je mentale gezondheid is dat frictie is vervelend. Want voor frictie, daar gaan we... het houdt mij juist heel erg... Dus jij vond het juist wel fijn dat ik heel vaak... Of wel regelmatig soms dacht van, ja, wat je zegt, is gewoon poep. Ja. Oh, dat vond je fijn? Ja. Oh, okay. Kijk, in het moment zelf denk ik misschien van, hallo, zie je dat niet? Ja, en dan is het heel fijn dat iemand me even sane houdt. Ja. Dat je even tegen me zegt van, hé, maar de waarheid ligt altijd in het midden. En als ik me alleen maar omring met mensen die precies hetzelfde denken. Ja, dan ga je erin door, bedoel je? Dan ga ik er zo ver in door dat ik zelfs angstig raak van alles wat ik lees. Ja. Ja, dus dat moet je niet doen, joh. En ik vind over het algemeen omringen met mensen zelf, ik vind het ook ergens als saai. Dat maakt het leven wel een beetje boring, ja. Als je altijd maar met elkaar eens bent. Ja, daar kan je het nooit ergens over hebben. Ik vind soms... Nou ja, ik moet zeggen, ik hou dus niet zo van spanning. En als je een conflict met elkaar hebt, dan heb je spanning. Ja. En dat voel ik dan ook heel erg. Dat voel ik ook in mijn lichaam. En zo. Daarom zou ik zeggen, heerlijk, als iemand dezelfde mening heeft, want dan hoef je dus niet die spanning te voelen. Aan de andere kant, ik vind het ook wel fijn om soms... je ogen wat beter te openen. En ik denk dat het als mens alleen maar mooi is om te groeien door meningen ook van anderen tot je te nemen. En soms is het ook gewoon zo. Ik heb soms ook wel reacties bijvoorbeeld gekregen dat ik dacht van ja, daar ben ik het niet mee eens. En dan later dacht ja, maar ja, misschien zit er toch wel een punt in. En dan ga je er toch zelf ook over nadenken en dan verander je er toch een klein beetje zo, door. Zo, ik was helemaal uitgezoomd. Maakt niet uit. Zo, het was ook al lang hoor, wat je zei. Ja, ik bedoelde dat is die... wat ik... Nee, dus bedoelde dat je zag me echt steeds meer verder in de verte staren. Ja, maar Oké, dus ik heb wel vaker meningen van mensen gekregen. Ja. Dat ik het eerst niet, in eerste instantie niet mee eens ben. Ja. Dat ik later naar terugdenk. En dat ik denk, ja, maar ze hadden op zich wel een punt ergens. Ja. En dat ik het toch verander. Ja, dat heb ik ook heel vaak gehad. Daar waren nog wel meer voorvalletjes in mijn leven. Waarin ik dacht van, oh, vind ik het echt irritant als iemand een sterke eigen mening heeft. We zouden wat meer naar elkaar moeten luisteren. Milder van, gewoon zijn daarin. Ja, maar daarin. Ook meer naar elkaar moeten luisteren en proberen te begrijpen waarom iemand iets zegt. Want dat doen we vaak niet. Want het is meer van, oké, jij zegt dit, dus ik vind, ja, maar daar ben ik het totaal niet mee eens. Dus nee. Ja. Ik ga er helemaal maar tegen. Dat is dus het gevaar met je omringen met de mensen die alleen maar dezelfde mening hebben. Ja. Dan word je steeds extremer in je standpunt. Punten. En dat kan best wel heel onprettig worden in de omgang. Ja, dat kan ook zijn dat de mensen daardoor ook minder afhaken met je omgaan. Ja, en dan raak je nog meer in dat wereldzelfde wereldje. Ja, ik moet zeggen dat dus mijn content, ik zelf ook heel fijn vind dat ik dus niet zoveel mijn mening geef. Ja, ik geef wel mijn mening over producten, maar niet over aardse dingen. Mm-hmm. Aardse dingen zeg ik raar, over politieke dingen of zo. Maar buitenaardse dingen dan wel, of niet? Ja, dat doe ik wel, ja, inderdaad. Ja, aliens heb ik heel veel mening over. Nee, maar ik heb wel eens gehoord, bijvoorbeeld een comedian, volgens mij was het Bert Visser of... Jochem Meijer. Ik ken die allemaal niet, joh. Dus ja, zeg maar wat. Jochem Meijer ken je toch wel? Denk die hele het. Drukke. Die met de krullen haar? Ja. Die heeft wel gezegd, ja, ik geef mijn mening expres niet. Omdat anders mensen niet op een neutrale manier naar me kunnen kijken. En gewoon kunnen lachen. En gewoon vermaak kunnen hebben. Oh, in plaats van... Want dan hebben ze altijd weer een als ik zou zeggen, ik ben links of ik ben rechts. Mm-hmm. Hebben toch weer een bepaald soort mening bij diegene. Ja. Ik vind dat een mooie filosofie. Mensen hoeven niet altijd alles te weten van wat je van dingen vindt. Omdat je daardoor ook een beetje...
de video's die ik bijvoorbeeld maak, wat neutraler kan bekijken als dat je weet waar ik allemaal voor sta en wat ik allemaal wil en dat soort dingen. Nou, weet je dat denk ik wel ergens bij mij. Nou ja, met heel neutraal. Maar ik ben wel probeer zo neutraal mogelijk te blijven, ja. Maar ik vind prettigere personen. Nu af en toe als ik dan met mijn jongere ik zit, dus iemand die sterk eigen mening heeft, dan zit ik wel eens te luisteren en denk, oh wat heerlijk dat ik hier eigenlijk niks van hoef te vinden. Ja, van heel veel dingen vind ik ook echt letterlijk niks. Dan denk ik, ja. Maar dan word je wel vaak weggezet van, ja, je hebt geen mening. Ja, dan vinden ze je irritant, want men vindt ergens iets van. Ja. Nee, het is echt, als jij jezelf aan jezelf irriteert, je denkt, mensen rennen weg van mij. Ja. Of ze kijken boos, of na afloop zeggen ze, nou, laten we die afspraak maar even cancelen. Ja. Het is echt aan te passen dat je denkt, ik word milder in mijn mening. Ja. Dat is eigenlijk jezelf langzaam ook wat omringen met mensen met een andere mening. Ja. En eens proberen om er wat milder naar te kijken. Ja. Ik denk dat het alleen maar... Ik ben bang dat het alleen maar erger wordt. Wat? In de wereld. Dat mensen steeds meer uit elkaar drijven erin. Daar ben ik wel echt bang voor. Ja, het is eigenlijk zonde. Want heel vaak als je ergens echt in gelooft, wil je niet meer een andere mening horen. Nou, stel je voor, jij hebt een bepaalde mening, dan is het eigenlijk ben je heel snel geneigd om iedereen die een andere mening heeft op afstand te houden. Want dan denk je van, ik wil niet geïrriteerd raken doordat ik weer iets hoor waar ik niet in geloof. Maar eigenlijk is het juist fijn om af en toe toch dat te hebben, zodat je zelf ook wat milder kan blijven in je mening. Ja, word je daar milder van? Juist toch niet vaak als het je eigen... Jawel, want als je alleen maar omringt met die mensen die precies hetzelfde denken, dan ja... Oh, dat versterkt elkaar bedoel je? Versterk je elkaar heel erg. Ja. Terwijl als je ook nog andere dingen eromheen hoort, dan denk je van, oh, er zit misschien ook wel een kern van waarheid in. Waar. Of misschien ligt de waarheid toch niet zo als daar waar ik denk dat het ligt. Ja. Er zijn wel bepaalde onderwerpen waar ik snap dat je geen compromis in wil doen. Mm-hmm. Die dan heel belangrijk voor je zijn. Maar op alle onderwerpen waarvan je denkt, nou, daar zou ik nog wel... In kunnen schipperen. Ja. Ja. Verbreid vooral je netwerk om je heen. Ja? Ja? Dus dat zou je wel zeggen? Met diverse meningen. Het houdt mij altijd wel lekker mild. Maar zoveel mensen heb je niet om je heen, toch? Met verschillende meningen, of wel? Nou, ja, op zich wel. Oh, oké. Okay. Nou, dus we zijn het eens of oneens met de stelling? Ik ben het oneens. Oneens. Ik denk wel dat er wel een deel is dat je met je mentale gezondheid makkelijker is. Misschien makkelijker in plaats van lekkerder. Makkelijker is om inderdaad je eigen mening alleen maar te horen. Het is makkelijker, maar als je geneigd bent om te veel in een onderwerp te gaan zitten dan en er niet meer uit te kunnen dan komen, beter, dan is het soms wel fijn om eens een keer wat anders te horen. Ja. Stelling nummer 2. Social media draagt bij aan het vergroten van de verdeeldheid in onze maatschappij. Ik zou zeggen ja. Ja, ik had een opmerking van iemand gelezen hierover op jouw Instagram. En die zei niet per se vergroten, maar het is wel veel zichtbaarder. Misschien is dat het inderdaad, ja. Ze heeft mijn vader ook wel eens gezegd, het is nu veel meer zichtbaar dan dat het vroeger was. Vroeger hadden mensen ook een mening, maar hoorde je het niet, omdat het, ja... Nee, Hoe ging je het horen? Alleen maar via tv. Het is natuurlijk altijd heel belangrijk om bij een groep te horen. En bij het internet hoor je al snel bij een groep. Ja, er zijn heel veel groepen op het internet met verschillende meningen. Ja. Dus dan kan je veel sneller ergens aansluiten van, ik hoor hierbij of hoor daarbij. Ja, ja. In plaats van dat je vroeger, weet ik veel, in de stad of in je dorp andere mening had. Weet je wat ik dus bij Instagram en zo heel... Twitter is helemaal heftig, maar goed. Dan volg je mensen en dan... Je hebt sommige mensen die echt over alles een mening geven. Echt over alles. Dan denk ik echt van, je kan niet over alles een mening hebben. Echt, alles, hè? Ja, overal wel weer een mening over. Nou, ik zou helemaal gek van mezelf worden. Hey. Nee, maar... Laat het spel erbij pakken. Nee, maar serieus, dan moet je toch over alles een mening hebben. Ja, hoe krijg je dat voor elkaar? Ik heb altijd het idee, en misschien is dat echt een raar iets wat ik nu ga zeggen, maar het lijkt me altijd alsof het mensen zijn die niet zoveel om handen hebben vaak. Een pittige uitspraak van weet jou. Ik. Pittige mening. Dit is een mening. Dit is mijn mening. Dit is een mening. Nee, maar ik heb altijd het idee dat want als ik even kijk naar mijn normale dag. En ik ben aan het werken en ik moet allemaal dingen doen. Ik moet die webshop, we moeten allemaal dingen doen. Dan heb ik toch helemaal geen tijd om dat überhaupt... om daar overal mijn druk aan te gaan lopen niet, maken. Nee. Dat is waarom ik het denk. Omdat natuurlijk zie ik ook wel eens dingen voorbij komen... dat ik denk, ja, daar ben ik het mee eens. En dit ben ik het niet mee eens. Maar om dat allemaal te moeten delen... Kijk, je hebt mensen... Dan kan je ook zoveel tijd vrijnemen om je daar helemaal over op te winden, bedoel ja, je natuurlijk. Dan? Ja, natuurlijk. Je hebt mensen, die columnisten en dat soort dingen natuurlijk... die kunnen zich overal op... Dat is letterlijk hun werk. Maar je hebt ook heel veel mensen die soort van... Twitter-columnist zijn of Instagram-columnist om overal... Is dat een baan? Nee, natuurlijk niet. Maar dat is gewoon, die voelen zich gedwongen om overal mening over te geven. Ja, dan zou ik misschien restaurants gaan reviewen of zo.
Nou ja, dat ben ik toch gaan doen. Nee, maar, ja, maar het is toch zo. Zie je het niet? Ik heb echt het idee dat die mensen gewoon... Ja, het, nogmaals, het kan zijn dat het niet zo is. Maar ik heb het idee dat die mensen niet veel te doen hebben. Want als je aan het werk bent, je bent, dan kan je toch helemaal daar niet allemaal druk om over maken. Nou ja, en ik vraag me ook af. Maken ze zich dan echt druk of vinden ze het gewoon echt leuk of zo? Ja, of ze willen... Kijk, negatieve aandacht is ook aandacht, hè? Sommige mensen willen negatieve aandacht. Dat, want ik dat zou denken van, ik heb helemaal geen zin om daar weer over op te winden. Nee, maar je hebt mensen die groen gaan op negatieve aandacht ook. Ja. Dat denk ik ook wel. Nou, ik ga alleen goed op positieve aandacht. Nou, ik moet zeggen, ik vind het fijn om wel soms kritiek te krijgen. Ja? Ja, want dat houdt jezelf ook wel weer in balans, vind ik. Anders groeit als iedereen alleen maar grootheidswaanzin. Als iedereen alleen maar altijd goed aan applaudisseert voor je, dan... Ja, dan ga je ook al... Dan ga je naar je schoenen lopen. En ik, ja. Nou doe ik dat niet zo heel snel, dat weet ik ook van mezelf. Want ik zal altijd alles kleiner maken als dat het is. Ja. Dat is gewoon een persoonlijkheidstrek. Behalve het spel, daar ben ik heel erg enthousiast over. Nee, maar dan ik maak alles kleiner. Maar ik denk dat het als je succes op succes hebt of zo, weet je wel. Stel, je hebt dat elke keer. Ja. Is het echt wel goed als een keer iemand zegt van ja, ik weet het niet. Praat, nee, maar je hebt wel eens mensen die zeggen van ja, er is geen plek voor negativiteit in mijn leven. Ja. Dan keep it out of the door. Weet je, al die quotes die ze dan plaatsen en zo. Dat ze als ze dan bijvoorbeeld met een business idee komen en dat wanneer iemand er negatief op reageert, dan denken ze nee, daar heb ik geen plek voor, wegwezen. Mm. Dan denk ik van ja, er is wel eens nodig om te luisteren naar kritiek. Ik denk dat het goed is om te kijken hoe je ermee omgaat. En dat is uiteindelijk voor mij altijd het belangrijkste, hoe ik ermee omga. Iemand mag de kritiek wel uiten. Ja. Als het echt haatzaaiend is, dan is het even anders. Dan is ook geen kritiek, dat is gewoon haat. Ja. Maar kritiek mag je wel uiten en je mag je mening wel geven. Het is hoe ik er mee omga, wat telt. En ik heb het idee dat heel veel mensen tegenwoordig, en dat is ook weer een mening natuurlijk van mij, maar uiteindelijk, maar dus te veel denken dat het probleem bij die ander ligt die de mening geeft. Maar zijn we dan gevoeliger geworden? Of denk je dat we alles is gewoon uitvergroot? Veel meer binnenkrijgen. Ja, alles uitvergroot. Ja. Ik denk letterlijk dat. Ja, want ik denk niet dat je zo snel, toen er sowieso geen internet was of weinig nog was daarover, stond je niet echt open voor van de opmerkingen en meningen natuurlijk. Niet voor mensen die je niet kende. Alleen, nee, maar ja, dat is ook al lastig om kritiek te leveren met mensen die je kent. Dus ik denk dat wij nu gewoon veel meer openstaan en veel meer binnenkrijgen over een hele dag. Vooral als je je op internet begeeft. Dan word je er ook geïrriteerd van misschien ook, hè? Nou, dat je denkt van dat je steeds verder wegzinkt in... Miserable. Ja, ja, dat je bang bent van elke stap die je zet dat er weer iets komt of zo. Nou, dat heb ik, moet ik ook wel zeggen dat ik dat heb. Als ik bijvoorbeeld kreeg een mening over dit spel van iemand, dat ik geld verdiende aan mentale gezondheid, dat het niet kon. Ja. Ja, dat trekt me ergens aan, omdat ik weet dat ik dat niet hoop dat mensen dat denken bij dit soort dingen. Terwijl aan de andere kant, ik moet ook alles... Uiteindelijk doe ik zoveel dingen gratis uiteindelijk. Ik moet wel ergens geld aan verdienen. Nee, ja, maar... Dus maar dat... Ja, en dat ja, is ik sta dan ook gelijk op mijn achterste poot, hoor, van dat soort opmerkingen. Maar ik vraag me dan wel af waarom iemand zoiets reageert. Dat ga ik dan wel. En denk van, vindt diegene het jammer dat hij het niet kan kopen omdat ze het te duur vinden? Nou, het kan ook afgunst zijn. Het kan ook echt daadwerkelijk iemand zijn die denkt van, hoe kan je daar nog geld mee verdienen? Uiteindelijk, kan. En diegene kon ik wel geruststellen dat ik aan de eerste batch sowieso niet heel veel ging verdienen, omdat ik het daarna weer moet gaan drukken en dan ben je al je geld gewoon in één keer weer kwijt. Ja. Natuurlijk verdien ik eraan, uiteindelijk. Want ik moet dit onderhouden. Ik heb mensen in dienst sinds kort. Dat weten jullie trouwens niet, maar dat heb ik. Ik moet nieuwe spullen. Camera's zijn niet goedkoop. Deze podcastapparatuur moet ik allemaal bekostigen. Ja, maar je hoeft je toch niet te verantwoorden? Nee, maar dat is wel... Dat is het enige wat ik altijd voel. Ik zou elke keer... ik zou eigenlijk een fuck-video willen maken. Een FAQ. FAQ-video met... Je wil bijna... hoe noem je dat ook weer? Verantwoorden waarom je dingen doet. Je wilt eigenlijk een disclaimer van 16 video's hebben. Ja, voor alles wat ik doe, dat ik even kan zeggen... Ja, maar dit is de reden. Mensen denken... Tenminste, er zijn mensen... Niet alle mensen, want dat zeg ik dan te snel. Maar er zijn mensen die denken dat alles altijd uit een slecht hart komt. Alleen maar om er zelf beter van te worden. En natuurlijk, ik wil er zelf beter van worden. Want ik wil uiteindelijk mijn huur kunnen betalen. Ik wil uiteindelijk ook een leuk vakantietje kunnen doen en dat soort dingen. Ja, het zou leuk zijn als ik miljonair word. Maar als ik het niet word, is het ook prima. Ja, maar ik denk... Het is niet negatief iets als iemand ergens geld aan wil verdienen. Ja, maar dat wordt het wel. Ik vind het helemaal niet... waarom gaan we werken? Omdat we het zo leuk vinden? Ja, ik denk dat heel veel mensen denken... ik zeg weer heel veel mensen. Ik denk dat er mensen zijn die denken... Ja, maar je voert je hobby uit en daar verdien je geld mee. En dat vind ik...
kut, want dat kan ik niet. Of dat vinden ze raar, of dat vinden ze niet kunnen, of weet ik veel wat. Ja, maar kijk, men werkt om geld te verdienen. Ja. Daarnaast komt nog een stukje dat het je voldoening geeft. Mm-hmm. En misschien dat je mooie dingen kan doen. Nou, dat kan niet iedereen met zijn werk. Ja. Maar jij kan best wel mooie dingen doen. Je kan best wel dingen betekenen, ook voor mensen. Ja, komt er allemaal bij. Maar dan mag je vervolgens geen geld te gaan verdienen, omdat het een gevoelig onderwerp voor sommige mensen is. Ik heb altijd gezegd dat als ik er geen geld voor, als ik gewoon een normaal salarisje op een bank gestort, dan zou ik gratis werken, hoor. Ik vind het prima. Nou, als ik gewoon mijn vaste lasten en zo alles kan betalen, dan zou ik gratis werken. Dan voel ik de druk ook niet. Ja, maar gratis werken, nee, ik denk dat echt gaat tegenstaan. Misschien wel. Je wilt ook gewoon een beloning voor iets hebben, toch? Ja, dat is ook wel zo. Je maakt iets, je bent er trots op. Je denkt, het gaat een hoop mensen helpen. En je verdient er ook nog eens, als het goed gaat verkopen, uiteindelijk verdien je er nog wat mee. Nou, dat is toch gewoon win-win-win. Je kan ook altijd wel bezwaard als ik dat soort. Je kan ook een product op de markt brengen wat helemaal geen waarde toevoegt, waar je geld aan verdient. Ja, dat klopt. Ja. Ja, ik vind het een. Daar word ik altijd een beetje. Het is altijd makkelijk. Wat ik dan wel lastig vind, is altijd makkelijk gezegd, want tuurlijk, ik verdien geld aan dingen op de webshop en zo. Maar als ik kijk, toevallig keek ik er vandaag naar wat je allemaal qua kosten maakt, dan hou je uiteindelijk. 15% over van wat je misschien 20% over. En daar moet je dan van leven uiteindelijk, even zeg ik maar wat. Mm-hmm. Ja, is eigenlijk niet veel. In dat opzicht is het, ik neem er aanstoot aan wat diegene zegt. Diegene mag dat vinden. Ja, omdat je zo niet bekend wil staan. Nee, dat is het klopt. Gewoon. Ik wil niet zo bekend maar staan. Juist maar juist omdat je het niet op nieuwe reden doet. Maar er is één iemand die dit zegt. En ik neem er aanstoot aan. En diegene betekent eigenlijk niks voor me. Want ik ken diegene niet. Ik weet niet eens. Nee, maar het is ook, dan is het ook heel makkelijk geschreven en verstuurd. En sommige mensen die denken ook ergens dan niet heel erg bij na van wat het voor effect op een ander zou kunnen hebben. Die denken gewoon, ik vind dit niet kunnen, dus ik ga het gelijk sturen. Ja, ongeveer er een week over nagedacht. Maar ik denk dat we daarin de verdeeldheid veel beter te zien is, inderdaad. Ja, en ik denk dat social media het zeker vergroot, daardoor ook. Wel ook wel een deel vergroot, omdat je gewoon heel makkelijk nu bij een groep kan horen. Ja, en ook heel makkelijk ook iemand op ze terecht kan wijzen en zo. Maar zou je zeggen dat het vergroot of verkleint? Nee, ik denk niet dat het er kleiner op geworden is. Dus dan in die zin wel, ja. Ja, precies. Dus je bent er mee eens. Ja. Ja. Aanstoot nemen aan de mening van een vreemde op het internet komt vanuit eigen onzekerheden. Hebben we eigenlijk al een beetje aangestipt. Ja. Zou je zeggen een harde eens of oneens? Ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ja, daar heb ik natuurlijk ook nog een leuk anekdootje voor. Dit is wat ik letterlijk altijd naar je predik ook vanaf het begin eigenlijk al. Ja. Wat is je anekdote? Ja, ik heb wel een leuk anekdotetje voor. Voor wie het ontgaan is, ik ben natuurlijk een autist. Oh, zou je niet zeggen? Ik zeg het zo 10 keer per aflevering. Ja. Dat komt omdat ik er erg trots op ben. Maar er zit ook wel een stukje onzekerheid bij. En dat komt eigenlijk vanuit de vooroordelen vanuit autisme. Vooral de hele simpele gedachten zoals een autist is niet empathisch, kan ze niet inleven. Dat tegendeel probeer ik te bewijzen. Daar merk ik anders weinig van. Ik wacht er gewoon af op je. Of ik die gegrepen. Ik wacht af op je, voor je opmerking. Er is dus een magazine, geloof ik. Ik denk dat het een magazine is, maar het was in ieder geval een Instagram. Die had een artikel geschreven. En er zijn dus bepaalde mensen die verschillen tussen stoornissen proberen te onderzoeken. Dit artikel gaat over HSP en autisme. Maar HSP is toch niet echt per se een. HSP is geen diagnose, hoor. Nee, het is een soort van persoonlijkheidstrek, geloof ik, of zo. Okay. Het hoort bij persoonlijkheid. Mm-hmm. En autisme is natuurlijk officieel een stoornis. Of je daar nou zo over denkt of niet, het staat gewoon in de boeken als een stoornis. Probeer je toch in te dekken, hè? Dat iemand gaat zeggen, ja, maar autisme is geen stoornis. Nou, ik vind het ook niet per se een stoornis, dus daar ben ik het ook niet helemaal mee eens. Maar het staat gewoon in de boeken als een stoornis. Staat er ook. Ja, het is gewoon een DSM, een stoornis. Okay. En HSP is een persoonlijkheidstrek. Maar die had dus een heel artikel geschreven wat het verschil is. En het kwam er eigenlijk op neer. Aan het einde van de streep kwam het erop neer. Ja. Dat HSP-mensen empathischer zijn en zich beter kunnen inleven. Ging de hele community viel erover, toch? De hele community ging erop wild. Maar ik voelde ook zo'n haat. Ik denk van, hoe kan je dit in deze tijd nou nog zo schrijven? Ja. Van, wat is het voor een niet-empathische HSP'er? Ja. Dus ik had volgens mij gecomment, degene die dat artikel heeft geschreven is niet heel empathisch. Dus, maar zou die degene dan die diagnose autisme hebben?
Ja. Ja. Ik denk het, ja. Ja, volgens mij wel. Ja. En volgens mij heb ik ondergezegd, het ligt dichter bij elkaar dan je denkt misschien. Nee. Want ik ben er gewoon van overtuigd dat het heel dicht bij elkaar ligt. Ja. Oftewel dat het verweven in elkaar is. Dat heel veel mensen die zichzelf HSP'er noemen. Heftige mening wat je dat vind ik helemaal niet heftig. Heel veel mensen die zichzelf HSP'er noemen, zullen wellicht autistisch zijn. Ja? Dat denk ik. Okay. Maar ik voelde daar heel veel emoties kwamen erbij kijken. Ik voelde me gelijk weer de onbegrepen autist. Mm. Zo van, ik heb echt wel empathie en kan echt wel meeleven. Mm. En na afloop dacht ik, ben ik nou echt mee bezig. Ja, helemaal opwinden over een of ander artikel wat er geschreven is. Wat nu over, wat een paar weken later niemand meer weet. Ik weet toch ook wel gewoon beter hoe het dan voor mij zit. Maar daarin bedoel ik dus dat ik heel erg aanstoot nam aan het artikel, omdat het een onzekerheid van me is. Ja. Dat mensen het over me denken. Ja. Wat iemand zegt, zegt vaak meer over degene zelf dan over jou. Alleen als jij daar natuurlijk wel een pijnpunt in hebt, ja, dan ga je dat waarschijnlijk aantrekken. Ja. Uiteindelijk, een mening van een ander hoef je in principe niet aan te trekken. Maar ja, ik denk dat er heel veel mensen heel moeilijk, in die community zijn die daar een pijnpunt over hebben. Want tuurlijk, het is natuurlijk gewoon een heel... Dat is wel fucking raar om te zeggen. Het vooroordeel van wat er staat is gewoon heel kut. Ja, want ik denk over het algemeen dat het niet klopt. Ik denk dat de meeste mensen wel gevoel hebben. Maar het niet op een manier kunnen uiten hoe wij het normaal vinden. Nou, dat is toch ook gewoon bewezen. Dat wij in de autistische community gewoon wat minder goed ons gevoel kunnen laten zien. Ja, maar dat zegt niet dat het er niet is. Nee, plus dat als jij bijvoorbeeld in tranen bent... Ja. Kan ik nog wel eens dichtslaan. Dat betekent niet dat ik het niet voel. Dan voel ik het misschien wel extra hard of zo. Ja, maar, maar doordat je het inderdaad niet goed kan aangeven... of misschien niet goed kan laten zien... heb je gelijk het idee, die kan dat niet. En dat is misschien ook de aanname die ze uiteindelijk ooit hebben gemaakt. Ja, want dan kijk je naar iemand en denk je van... oh, die zegt niks, terwijl ik hier mijn tranen... Nee, in de diagnose hebben ze, denk je niet dat ze daar die aanname ook ooit hebben gemaakt? Van oké, dus iemand kan het niet tonen, dus heeft hij het niet. Ja, dat zou kunnen. Het zou zo zwart-wit zou kunnen zijn geweest. Ja. En ja, als je ook nog eens niet goed bent in het verwoorden van je emoties, waar ik ook nog wel moeite mee heb, dan komt het natuurlijk ook gewoon niet eruit. Nee. Dus het is een lastig iets, maar dat we niet empathisch zijn is eigenlijk wel, vind ik, een beetje achterhaald. Dus daar ging ik heel erg op aan. Maar uiteindelijk is het hoe jij ermee omgaat. Maar uiteindelijk, ja, als ik het nu weer over heb, dan kan ik er weer om lachen. Ja. Sowieso kunnen wij veel relativeren door te lachen erover. Ja, nou, dan moet ik zeggen, ik heb dan nooit echt dat ik heel erg de behoefte heb om comments of reacties achter te laten. Mm-hmm. Want er komt ook met zekere spanning komt daarbij kijken. Ja, omdat iemand weer gaat reageren en dan moet je spanning. Weer... Ja, dat vind ik ook verschrikkelijk. Maar omdat het dan iedereen erop afging, vond ik het makkelijker om dat er ook uit te gooien. Ja. Want dan hoor je bij een groep. Ja, ja, ja. Dus ik denk dat daarom ook gedrag, de overheersende mening vaak ook gewoon... Gedomineerd wordt. Dus zijn we het eens of oneens? Ik ben het eens. Ik ben het wel eens al. Oh. Moet ik een kanttekening erbij zeggen dat als het echt over extreme dingen gaat, denk ik dat iedereen wel aanstoot eraan kan nemen. Ja, maar dat is nog steeds hoe je er zelf mee omgaat. En dat is niet per se een onzekerheid natuurlijk. Nee, dat is waar. Maar is het gewoon dat je het echt schandalig vindt. Wat er is een... Nou, stel je voor dat iedereen zegt van kindermisbruik moet kunnen. Mm. Nou, ik denk dat daar heel veel mensen gewoon op aangaan. Dat is niet vanuit eigen onzekerheid. Nee. Oh, zo. Nee, klopt. Maar dat is, ja, dat is waar. Dan dat is weer anders. Dat is weer anders. Ja, maar misschien is dat... Het is collectief. Is lastig. Lastig. Maar eens zo wel met deze stelling, toch? Ja, ja, ja. Het moet verboden worden om met een anoniem account reacties op internet te plaatsen. Lastig wel. Ik hou ook wel van privacy namelijk. Ja, als ik heel eerlijk ben, ik heb het ook wel eens vaker besproken met mensen. Maar ik denk dat in de back-end gezien kan worden wie dat was. Ja. Wel handig is. Alleen... Ja. Ja, je moet ook weer niet willen dat iedereen alles weet. Dus ik vind het lastig. Ik zeg door wat ik meemaak op mijn YouTube-kanaal en op mijn Instagram en zo, denk ik ja, heerlijk. Mm-hmm. Als niemand, want dan gaan mensen echt wel nadenken over wat ze zeggen. Ja. Sommigen misschien niet, maar de meeste wel. Maar die anonimiteit vind ik toch ook wel belangrijk. Zeker tegenwoordig. Ik vind privacy ook wel belangrijk. Ja. Ik zou het wel prettig vinden als je bijvoorbeeld... inderdaad, bijvoorbeeld met je DigiD of zo... moet inloggen, dat je wel nog een andere naam mag kiezen. Maar dat als jij bijvoorbeeld een hele haatvolle reacties achterlaat... ze gewoon kunnen zien waar het vandaan komt. Ja, want ja, precies. Maar ja, tegelijkertijd wil je soms ook wel op een forum klagen over je vent. En wil je niet per se dat jouw privégegevens daaraan vastzitten. Nee, en sowieso wil ik ook niet dat privégegevens... die websites dan alleen... Het is gewoon kut, want aan de ene kant wil je het... aan de andere kant wil je het niet, want het is privacy-wise is het gewoon helemaal kut. Ja. Maar gevoelsmatig denk je, ja, heerlijk. Ik denk ook niet dat ze dat er doorheen zouden krijgen. Ja hoor. Jawel? Tuurlijk. Ze kunnen er tegenwoordig alles doorheen krijgen uiteindelijk, toch? Dus als ze echt...
denk het wel hoor. Op een bepaalde manier zullen ze dat heus kunnen doorduwen als ze dat echt, willen. Hè? Ja. Dat is ook maar de vraag. Ja, maar ik denk toch dat er dan heel veel websites zijn die dan jouw privégegevens hebben. Ja, en dat is natuurlijk wel weer lastig. En dan moet je dan goed beveiligen. En hoe gaat dat? Ja. Dat is heel lastig. Ja. Datalek. Nou, ja. Hup. Ja. Dus maar, een lastige. Ik zou het eigenlijk wel prettig vinden. Ja. Gewoon dat prettig, je, maar... Ja, ja, maar dan zou ik toch voor nee kiezen. Want ik vind het dan toch wel belangrijk dat we ook gewoon onze anonimiteit behouden. Ik moet even zeggen, want we hebben de stellingen bijna allemaal gehad nu. Ja. Zijn er maar vier. Ja. Je had toch een anekdote? Want je had... jij leest de comments Oh ja, van mijn video ik lees jouw comments niet meer, nee. Nee. Nee, nee, dat komt omdat ik een aantal keer reacties heb gehad. En dat ging dan vooral op mijn uiterlijk, geloof ik. En nog wat persoonlijkheidsdingetjes en zo. En daar was ik altijd zo van streek van. Daarom wilde je gelijk niet meer in de video's. Ja, omdat ik dan, ja, dat is voor mij dan een puntje waar ik op onzeker op ben. Mm. En als men dat dan gaat aanwijzen, dan kan ik daar helemaal verdrietig van worden. Ja. Want toen heb ik gegeven moment besloten van, nou, dan lees ik het maar niet meer. Nee. En ik filter de reacties allemaal, hoor. Ja. Maar ik moet zeggen, dus de grap is, in het begin heb ik inderdaad 3 of 4 comments een keer gekregen, denk ik, hooguit, over jou. Sinds die tijd nooit meer. En ik zie alle comments die er geplaatst worden. Ook als bepaalde woorden geblokkeerd zijn. Ik durf het nu soms ook wel eens te lezen, hoor. Als jij zegt dat het gewoon goed is en zo. Maar, alles wordt nu gefilterd door mij. Ja, ja, ik kan ook... Ik ben heel erg gevoelig daarvoor. Dus dan wil ik mezelf ook een beetje beschermen. Ik ben niet zo gevoelig voor uiterlijk. Dat niet. Nee. Meer over de handelingen die ik doe. Uiterlijk denk ik, ja, ik ben klein. Ik ben wat dikker en ik heb rood haar. Ja, who gives a crap? Ja, als dat het enige is, toch? Ja, dat is wel denk ik het enige waar ik op waar je op gepakt wordt. Kan er nog meer opgepakt worden? Je nagels laatst, toch? Oh ja, mijn nagels. Ja, dan denk ik, ja, ik heb mijn nagels gebeten, ja, klopt. Ja. Terwijl mijn nagels zagen er toen niet eens meer slecht uit, want toen had ik gewoon lange nagels. Ja, maar er is altijd wel weer iemand die iets vindt van je uiterlijk. En daar word ik altijd zo moe van. Ja, ook als ik dat op internet over anderen zie, ik denk, dan is toch wel wat belangrijker dan uiterlijk. Dat sowieso. Je mag overal mening over hebben. Dat vind ik niet raar. Je hoeft niet alles te uiten. Maar dus. Ik vind ook wel als men een video van jou kijkt en je ziet mij en je denkt van... Jezus, wat een grote tieten. Dat is gaan serieus een onzekerheidspunt van jou. Kijk, hoe ze bewaakt zo. Ja. Moet je niet zo strak truitje aan doen. dat mag prima, denk het. Ja. Spreek het tegen je partner uit van... ja, precies. Spreek van tegen, ja. Wat ze... Wat een kanonnen. Wat een... Kajonka's. Bazooka's. Wat een bamme, zeg. Het staat echt totaal niet bij de figuur. Spreek het lekker uit. Maar gaat het dan niet eronder lopen zetten? Ik vind dat gewoon zo onbelangrijk. Stel je voor dat ik nou uitspraken doe als van... die schadelijk zijn voor andere mensen. Dan vind ik dat je best wel mag plaatsen van... oh, het is niet zo handig hoe je dat zegt. Ja, maar dat is wel op de manier hoe je het zegt. Want inderdaad kan je zeggen, het is niet zo handig als je zegt. Of je zegt, nou, ik ben het helemaal niet meer eens. Je bent echt ja, een, of je zegt, hoe domme, achterlijk wijf. Ja, dat, ja, dan is het anders. Het is ook echt hoe... Ik denk dat we wel... Dat vind ik dan weer kut, want ergens moeten we overal opletten. Maar als je een reactie plaatst, als je een mening geeft... probeer het dan in ieder geval een beetje opbouwend en netjes te doen. En niet gelijk... Wah, wah, wah. Maar goed, aan de andere kant... Ja, als je dat doet, ja. Ja, sommige mensen hebben ook... En daar reken ik mezelf toe ook. De woordenschat ook niet om het netjes en mooi op te schrijven. Dat is ook zo. Maar ja, gelukkig kan je dan tegenwoordig een voorselectie doen aan comments. Ja, ja, dat doe ik ook wel. Ja. Maar ja, ik vind dat soms... Dat kan soms zoveel verdriet doen. Zelfs nu dat uitspreek dat ik dat doe, denk al, daar hebben mensen mening over. Ja, maar je zou jezelf maar openbaar zetten aan alle haat die er binnen kan komen. Soms krijg je de raarste dingen geschreven. Ja, maar ik zie letterlijk alles. Ja. Alleen ik maak de keuze of ik alles doorlaat. Ja, maar stel je voor dat iemand zegt wat lulligs over mijn gezicht. Ja. En als het dan online staat en mensen gaan het liken, dan doet het 10 keer meer pijn dan dat het niet online heeft gestaan. Dat is wel de reden waarom ik inderdaad daar nu wel mee ben. En dan krijg je het nu binnen en denk je van, oh, nou, dat is weer iemand die me lelijk vindt. Nou, haal je het weg. Ik krijg soms ook comments dat ik denk, ja, hier ben ik het niet mee eens. En dan denk ik, ja, dat laat ik wel dan wel door. En sommige die ik ook wel echt wel een beetje onaardig vind, die laat ik dan later door. Dus dan laat ik ze wel door. Maar dan hoeven niet dat allemaal mensen duimpjes omhoog geven en zo erop. Dat, nee. Vind ik gewoon, dat voelt voor mij ook naar. Dus dan denk ik van, dan kan ik me eens even beter maar van beschermen. Ik aanstoot aan iemands mening nemen kan ook vanuit eigen onzekerheid komen. Maar dat hoeft niet per se. Dat is ook gewoon logisch dat gebeurt. En je mag jezelf ook daarvoor beschermen, vind ik. En als jij dat kan doen door iets simpels zoals comments toelaten... Ja.
Of het niet YouTubers lezen. Veel YouTubers doen dat hoor, trouwens wel. Het niet lezen. Ja, nou, dan waarom niet, toch? Ja, ja, ik vind comments oprecht trouwens. Ik vind comments heel leuk om te krijgen. En ik vind het ook leuk als ik vind ook leuk mensen een eigen mening erover geven. Vind ik ook echt leuk. Opbouwende kritiek. Ja, vind ik ook helemaal maar niet Maar je dag wordt echt niet beter van als iemand zegt, ben jij lelijk? We hebben de stelling natuurlijk ook aan jullie voorgelegd. En daar hebben jullie ook een mening over gegeven. Ik ben benieuwd wat eruit is gekomen. Guylaine heeft de antwoorden. Stelling 1, jezelf grotendeels omringen met mensen waarmee je dezelfde mening deelt, is goed voor je mentale gezondheid. Daar was 46% mee eens. Veel. 40 was het toch oneens. Dat is ook al redelijk veel. Ja. En 14 had geen mening. Je hebt geen mening. Dan ben je een beetje een jij, toch? Ja, ik ben heel vaak geen mening. Ja. Ik ook heel vaak in bij van die politieke... Geen mening. Onderzoeken, weet je wel. Dat je even kijkt welke politieke partij je hebt. Is er geen mening partij? Dat is ook lekker. Ja, ik heb geen mening. Ja, die dan overal op zeggen, ja prima. Ik vind het allemaal prima. Ja. Ja, nee, dan gaat er ergens tegen. Ik heb wel mening hoor, jongens. Maar, ja. Maar ik vind toch nog wel veel, 40% oneens. Ja, vind ik echt veel. Ja. Had je ook nog iets van een opmerking gelezen hierover? Nee, jij? Ja, volgens mij wel. Er waren toch wel een aantal mensen die zeiden van dat het juist goed is om ook de andere kant een beetje te... horen. Oh, op die manier. Ja. Zo. Sorry, je bedoelt DM's. Ja, dat heb ik. Ja. Er was inderdaad veel mensen die zeiden van, ja. Ja, wat jij zegt, dat is, volgens mij zei ik dat gisteren nog tegen jou. Dat ik bijvoorbeeld bepaalde dingen waar ik dan sterk over mening over heb, vind ik het wel prettig dat mijn partner ook een beetje hetzelfde erin denkt. Maar bijvoorbeeld vriendschappen ben ik daar veel milder in. Oh ja, oké. Ja, want ik vind dan wel, als ik bijvoorbeeld gesprekken met jou heb, dan vind ik het, zou ik het irritant vinden als we constant tegenover elkaar staan in mening. We hebben wel vaker tegenover elkaar gestaan hoor. En dat ik moet het. Dat hebben we wel in het begin wel veel gehad. Een donkere periode in ons donkere leven. Donkere periode in ons leven. Oké. Stelling 2. Social media draagt bij aan het vergroten en verdeelt het in onze maatschappij. Daar was 86% mee eens. Ja, dat dacht ik ook al. 9 oneens en 5 had ik hier mening over. 5 hebben hier geen mening over, geloof ik. Ja, hier heb ik ook een mening over. Zelfs mensen met geen mening hebben er toch 9% oneens, ja. Er zijn ook een hoop mensen die vinden van nee, het is niet vergroot. Het is gewoon veel zichtbaarder. Ja, dat is ook natuurlijk wel ergens. Dat zou ook wel kunnen, maar toch denk ik dat het makkelijker is om nu bij een groep te... Ja. Stelling 3. Aanstoot nemen aan de mening van een vreemde op het internet komt vanuit eigen onzekerheden. 50% is het daarmee eens. 39 oneens. Vind ik trouwens veel 50% Ja, vind ik ook. Daar was ik echt wel... impressed. Ja, en 11% had geen mening. Je hebt ook heel veel mensen die hun meningen niet online delen. En die vinden dus ook dingen, maar die delen het niet. Dus dan komt die mening niet heel erg naar voren. Nou, ik zag wel veel... Juist de hele extreme meningen altijd heel erg boventoon voeren. En dan wat genuanceerdere meningen vaak niet. Omdat dat is boring misschien of zo. Kan je goed tegen ingaan? Stel je voor, je zit iets te kijken en je denkt... En je gaat daaronder scrollen en je ziet een extreme mening. Die hetzelfde een beetje als die van jou. Ga je die liken. Ga je die liken. Ja. En dan denk je van, beter dat het hard aankomt, komt tenminste duidelijk aan, toch? Ja. Dus ik denk dat die onder die... Maar ik vond het wel, ik las ook wel een aantal mensen die zeiden van... dat ze het wel irritant vonden, al die sterke meningen online. Ja, ik vind ik vind het heel irritant persoonlijk. Dat ze ook vooral al die nutteloze meningen over van alles. Over onbelangrijke zaken. Ja, dat alles tegenwoordig ook onder een mening onderbouwd moet worden ook. Dat vind ik trouwens ook irritant. Dat dingen onderbouwd moeten worden met een mening. Denk echt van ja, soms vind je gewoon iets van iets. Dan hoef je niet per se een mening over te hebben. Nee? Vind ik niet. Maar waarom vind je het dan? Ja, gevoelsmatig. Soms zijn dingen ook gevoelsmatig hoor. Ja, dat is ook wel waar. Je kunt niet alles onderbouwen, dat is waar. Nee, ik hoef ook niet alles te kunnen onderbouwen trouwens. Ja, wij hebben niet helemaal van die hele... Ja, wij hebben heel veel diepe meningen. Diepe discussies met elkaar. Nee, helemaal niet. Nee, dat sowieso niet. Als je zo'n relatie hebt waar je alleen maar diepe discussies met elkaar hebt, dan word je toch helemaal... je moet toch lekker lachen? Beetje rollen hebben met elkaar. Ja, en elkaar juist eruit trekken, toch? Zo van, doe eens even normaal. Kijk eens naar wat je zegt. Ja, precies. Ja. Stelling 4. Het moet verboden worden om met een anoniem account reacties te plaatsen op het internet. Daar waren veel deze was eens, echt hè? Verrassend. Ja. Want ik dacht, privacy is gewoon een groot ding. Ja. 73% was het eens. Veel, 20 oneens en 6 had geen mening. Ja, er waren wel veel mensen die hadden gezegd van ja, maar het is wel tricky. Gaat niet lukken. Ja, en tricky ook. Tricky, ja. Ja. Waarom tricky? Voor datalecks en zo. Alles weten van je. Ja, daarom vond ik eigenlijk ook wel, denk, het liefst zou ik dat wel fijn vinden. Want dan denkt iemand al twee keer na dat hij iets lelijks zegt. Nou, het is het einde van de plaat. Ik moet zeggen... Hallo, we moeten nog een kaart voor elkaar trekken. Dat weet ik. Dan wilde ik naartoe gaan werken. Piet Lut. Piet Lut. Jouw mening, daar heb ik even niet zo... daar heb ik even aanstoot aan. Kijk, deze even mening. Aan. Nee, wat ik wilde zeggen... waarschijnlijk zijn we hier totaal in de uur over uitgesproken. Want ik heb nog steeds het idee dat ik nog allemaal dingen wil zeggen. Maar we gaan lekker door naar het volgende segmentje. Namelijk...
Maar het spel waar ik echt miljoenen mee ga verdienen, gaan we weer spelen. Over de rug veranderen. Het gek van mezelf mentale gezondheidsspel. Mocht je hem nog niet gekocht hebben, mocht je tot hier zijn gekomen in de podcast, geef je een leuke kortingscode waarbij je 20% korting krijgt op dit spel. Staat nu in beeld, speciaal voor de podcastluisteraar. Die moeten we dan wel even ingestellen trouwens. Mm-hmm. Dus we gaan even weer, mocht je nieuw zijn trouwens, dit spel zijn vragen, 100 vragen, 100. Ja, 100 vragen om het gesprek over mentale gezondheid te beginnen. En we gaan elke aflevering eentje aan elkaar stellen. Ervaar je ook fysieke klachten als resultaat van je mentale klachten? 100. Nou, dat je gisteren zo zwoel. Had je gisteren weer, toch? Ja, ik had gisteren nog dat ik me een beetje duizelig voelde. Dus dissociatiegevoelens. Ja. Omdat ik me weer ergens druk om maakte. Ja, heb ik in het verleden heel veel gehad. Want ik heb een jaar lang of anderhalf jaar lang me zo gevoeld. Dat ik alleen maar voelde alsof ik boven mezelf zweefde. Vond ik echt heel irritant. Hartklopping, zweethanden, duizelig gevoel dat dus inderdaad. Misselijk ook, toch? Misselijk, droge mond, hoofdpijn, spierpijn in mijn lichaam. Ja, van alles eigenlijk. En dat was allemaal met mijn hoofd had dat te maken. En jij? Wat raar, hè? Dat je het lichaam het allemaal kan doen. Ja, en daarom is het ook zo bijzonder als mensen niet denken dat ze meer kunnen met het lichaam dan... Dat vind ik altijd vreemd als mensen dat denken dat niet alles... Dat je ook dingen zelf kan oplossen met je lichaam. Ja. Ja, hoe bedoel je? Nou ja, omdat mediteren zo... bijvoorbeeld of ja, zo. Ja, je kan dingen ook zelf oplossen door zelf ermee aan de slag te gaan. Ja, absoluut. Dus het lichaam is best wel een bizar instrument eigenlijk. En tof, echt best wel cool opgebouwd eigenlijk. Waardoor je ook zelf dingen kan... Ja, beter voor jezelf kan maken of zo. Ja. Ik heb ik zelf gewoon gemerkt. Daarom weet ik het ook gewoon letterlijk. Ik heb het gevoeld, dus... Ja, maar je wordt er ook steeds bewuster van wat je allemaal kan. Ja. Nou, dat is wel fijn. Zeker, ja. Mag ik er nog even voor jou trekken of niet? Ja, doe maar. Ja, dan moet je voor je me houden toch? Anders kan ik het niet. Wat als je nooit een mening zou hebben? Dat is geen kaartje. Dat weet ik. Heb je het gevoel dat je genoeg rust neemt in je leven? Ja, nou, ik ben er dus laatst achter gekomen... Ja. Ik zit even in een mindere periode, denk ik. Oh. Mentaal gezien. Oh. Want dat merk ik dan, en dat heb ik pas heel wat laat doorgekregen... dat wanneer ik rust neem, ik eigenlijk in totale spanning zit. Spanning? Ja. Dat ik dan, op de bank zit en denk van... ik ga nu eens even een rustig dagje doen. Mm. Woensdag mijn rustdag, noem ik het ook. Woensdag rustdag. En dan zit ik op de bank en dan zit ik eigenlijk de hele tijd te denken... ja, maar ik moet eigenlijk even eruit en... Zal ik dan even dit nog gaan doen? Of zal ik even naar het winkelcentrum gaan? En dan ben ik de hele tijd daarmee bezig. Ja. En dan zit ik een soort van spanning, want ik doe dan ook niks. Ja. Maar de hele dag ben ik wel bezig met dat ik iets moet doen. Snap ik. Dus dan zit ik helemaal niet uit te rusten. Dus ik was ook wel wat bewuster van geworden. Mm-hmm. Plus dat ik ook nog wat paniekachtige dingetjes ervaarde. Oh. Nooit gehad. Oh ja, dat de laatste tijd, hè? Ook in de mall en zo. Ja, klopt, ja. Dat ik dan opeens... Dat ik dacht, ik ga bij de rituals eventjes naar binnen om wat te halen. En dat ik die mensen naar binnen zag en opeens werd ik angstig. Ik denk, ik wil eigenlijk niet naar binnen. Mm. En denk dan toch gedaan. Ja. Dan weet ik wel dat dat het beste is. Ja. Als je het een klein beetje voelt om er gewoon doorheen te gaan. En of in het openbaar vervoer. Dus toen dacht ik, ik denk dat ik niet genoeg rust neem. Dat ik niet uitrust. Dus je bent niet uitgerust? Maar ik ben daar wel weer mee bezig nu de afgelopen tijd. Mm. Ik denk, woensdag heb ik echt wel even rust kunnen nemen nu. Woensdag rustdag. Donderdag ook deels, toch? Donderdag, ja. Maar soms, ik vind gewoon heel vaak dingen leuk om te doen. En dan is het alsnog rustig daarvan uit. Bijvoorbeeld, ik zit graag... ik ben graag creatief bezig voor de Photoshop, wat dan ook. Ja. En dan alsnog rust ik dan wel uit op die manier. Ja. Dus dat is eigenlijk mijn antwoord. We gaan lekker even afsluiten, weekend in. Tenminste, als je dit luistert... lekker een frikandellenpizza eten, toch? Een frikandellenpizza eten. Dat staat er online, hoor, op Vet Gezellig. De nieuwste Vet Benieuwd. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Yes. Bye.